Hallo. Ja. Wat, het is jouw stad. Wat vind je ervan dat dan daar geen Israël-vlag opgehangen wordt? Ik ben het ermee eens dat er geen vlag van Israël opgehangen wordt. Waarom dan? Omdat de Israëlische regering al 75 jaar lang de rechten schendt van de Palestijnen. We zien daar dat het land van de Palestijnen illegaal wordt ingepikt. Dat Palestijnse kinderen het slachtoffer zijn van optreden van Israëlische militairen. En dan is het niet gepast om de vlag te hijsen van een land dat door mensenrechtenorganisaties een apartheidstaat wordt genoemd. Ja, we kunnen over een heleboel dingen zeggen. Ik heb mensen ook wel eens horen zeggen dat Hamas een bevrijdingsorganisatie is. Het is natuurlijk, zijn natuurlijk gewoon terroristen, daar ben je hopelijk ook wel mee eens. Maar nu gaat het om de Israëlische vlag. En ik vind het niet gepast in het kader van Maar zo kun je dat toch bij elk land wel zeggen. Ik bedoel, er is, in Turkije gebeuren ook dingen die niet door de beugel kunnen. Ja, maar als, als daar een aardbeving is, dan tonen we ook solidariteit. Ja, maar je kan Turkije niet vergelijken met een land dat door mensenrechten... Dat is jouw mening, hè? Dat is, omdat er een paar mensen... Ik mag die mening hebben. En mijn mening is dat Israël een apartheidstaat is. Dat al tientallen jaren de rechten van Palestijnen schendt. En het is niet gepast om de vlag te hijsen van een land dat, met alle respect voor wat jij vindt, ervoor zorgt dat Palestijnse kinderen al tientallen jaren lang het slachtoffer worden van militair optreden. Zo'n vlag moeten we niet ophangen. Ja, goed, maar wat ik net zeg, dat kun je over meerdere landen kun je dat zeggen. Dan tonen we wel solidariteit. Er zijn wel pro-Palestina demonstraties. Mag dat dan wel? We hebben in Nederland het... Dan krijgen we dit verhaal. Ja, daar krijgen we inderdaad dit verhaal. We hebben in Nederland het recht om te demonstreren. Als mensen willen demonstreren voor gelijke rechten voor Palestijnen... En dan denk je niet op dit moment? Mensenrechten die zijn ten alle tijde van belang. En we kunnen nu niet zeggen, omdat deze verschrikkelijke gebeurtenissen plaats hebben gevonden, namelijk er zijn burgerslachtoffers gevallen en dat vinden wij ook verschrikkelijk, dat we het niet kunnen hebben over het onrecht wat Palestijnen al tientallen jaren ten deel valt. Dan denk je niet meer zelf nu eventjes niets. Hè? Er zijn baby's vermoord, er zijn mensen ontvoerd, gekidnapt, zijn op achterlijke manier afgeslacht. Dat heb je ook gezien. Tom, het maken van burgerslachtoffers is nooit goed. Dus ook het maken van Palestijnse burgerslachtoffers, wat al tientallen jaren gebeurt, dat is verschrikkelijk. En ik zie in Nederland helaas dat daar geen oog voor is. En zo is daar geen oog voor? Omdat al tientallen jaren lang de Nederlandse regering niet bereid is om ook maar één kritische noot te kraken in de richting van de Israëlische regering. Voor de minister-president recht zeggen dat ze ook daar in de gaten houden of daar oorlogsmisdaden begaan worden. Alleen jij vindt of dat oorlogsmisdaden zijn, maar heel veel andere mensen in het land niet. Dus daar zit natuurlijk een discrepantie. Jij vindt wat anders dan dat heel veel andere mensen vinden. Vind jij het afsluiten van stroom van 2 miljoen Palestijnen en het afsluiten van voedselleveringen, het afsluiten van levensmiddelen van 2 miljoen Palestijnen, wat de Israëlische regering nu aankondigt, geen oorlogsmisdaad? Nou, laat ik het zo zeggen. Ik vind het op dit moment minder erg dan baby's afslachten en op een festival terechtkomen en me in de rond te gaan schieten en op zo'n manier burgers aanvallen. Vind ik een hele andere orde. Tom, dat... Ja, toch? Tom, dat is toch een hele andere orde, of niet? Tom, dat is dus het verschil tussen jou en mij. Ik vind het maken van burgerslachtoffers ten alle tijde verschrikkelijk. En wat ik hekel, is dat op dit moment, as we speak, er bombardementen uitgevoerd worden op Gaza. Voedsellevering wordt afgesloten van 2 miljoen mensen, wat een oorlogsmisdaad is. Dat we het dan maar even niet daarover zouden moeten hebben. Oh nee, je moet het er zeker over hebben. Tom. Maar deze mensen zitten onder een regime van Hamas. Ja, een verschrikkelijke terreurorganisatie die in hun eigen hand, in hun eigen grondwet tussen aanhalingstekens, staat dat ze Joden dood willen hebben. Ja? Dus ik snap dat er nu vergeldingsacties zijn. Ik wil het liefst dat er helemaal geen oorlog is. Dat wil jij toch ook? Tom. Ja, toch? Tom, een vergeldingsactie is nooit een vrijbrief om het hele Palestijnse volk, 2 miljoen mensen in Gaza, af te sluiten van voedsellevering en elektriciteit. Dat is verschrikkelijk. Dat is verschrikkelijk, maar aan de andere kant... Ik begrijp dat. Het is nogmaals verschrikkelijk dat slachtoffers vallen, dat de burgerslachtoffers vallen. Maar het zou gepast zijn om niet alleen te zeggen wat de Nederlandse regering op dit moment doet. Wij staan pal voor wat Israël doet, maar ook oog te hebben voor het leed van de Palestijnen. Heeft hij toch gewoon gezegd net? Rutte heeft net letterlijk gezegd, nu is even niet het moment om het daarover te hebben. En als 2 miljoen mensen op dit moment het slachtoffer wordt van rücksichtloos optreden van de Israëlische regering en daar mensen door doodgaan, dan vind ik dat we het daar wel over moeten hebben. Je moet het er zeker over hebben, maar misschien moet Hamas dan zich ook maar even terugtrekken en zeggen, die 2 miljoen mensen die onder ons regime dictatoriaal
nou, ik krijg het niet aan mijn mond, maar een regime van dictators, want dat zijn het, ja, dat ze zeggen, oké, okay, wij komen op voor die mensen, wij gaan stoppen met die aanslagen plegen. Op dit moment lokken zij het net zo goed uit. Ja, maar er is het grootste belang op dit moment is de-escalatie. Niemand wil dat er burgerslachtoffers vallen. Ik niet, jij niet, niemand. Dat keuren we altijd af. Maar het is geen vrijbrief om het hele Palestijnse volk op dit moment te laten lijden onder wat er is gebeurd. Je kan niet zeggen... Maar dan moet je de Hamas daar toch weghalen? Wat er moet gebeuren... Lijden onder Hamas. Wat er moet gebeuren, Tom, is dat er de-escalatie moet komen en dat er eindelijk een keer gesproken moet worden over gelijke rechten, gelijke positie en veiligheid voor de Palestijnen die al 75 jaar in Israël zien dat hun land wordt afgepakt van ze. Ze worden bespuugd, ze worden vermoord door rücksichtloos optreden van Israëlische militairen. Dat zeg ik niet als enige, dat zeggen alle mensenrechten organisaties. En de enige manier om ervoor te zorgen dat het daar de-escaleert en dat er rust komt, is om dat te benadrukken voor de toekomst. Dat is net zo goed als dat Hamas, hij moet je daar gewoon weghalen. Hamas heeft hier de opdracht gegeven de grootste terreuracties in Israël te pakken. Alles wat jij net beschrijft is wat ze nu aan het doen zijn. Wat de Hamas-leden aan het doen zijn. Ze bespugen mensen, ze kidnappen mensen, ze vermoorden mensen. Ze zijn ook terroristische aanslagen. Dus misschien is het aan Hamas op dit moment om de eerste stap te zeggen, we nokken ermee, want ons volk, waar ze zogenaamd voor opkomen, is op dit moment niet veilig. En dat je vanaf dat punt gaat praten. Maar zij zijn begonnen nu. En daar zeg ik over, Tom, het is verschrikkelijk dat er burgerslachtoffers zijn gevallen. Dat mag ik hopen. Dat keuren we allemaal af. Ik vind dat vreselijk. Alleen, ik vind het net zo vreselijk dat er afgekeurd wordt dat er burgerslachtoffers vallen, maar dat er aan de andere kant niet afgekeurd wordt dat op dit moment de Israëlische regering verschrikkelijk huishoudt in de richting van de hele Palestijnse bevolking. Vind je het gek dat men gek reageert op het moment dat dit soort dingen gebeuren? Tom, vind je gek dat je land wordt afgeslacht, dat de mensen wordt afgeslacht en dat je dan niet terugslaat? Ik vind het gek dat wij de hele Palestijnse bevolking zouden moeten lijden onder wat er is gebeurd. Dat gebeurt al 75 jaar lang. Weet je waar ze echt onder lijden? Onder Hamas. Dat de Palestijnse bevolking lijdt onder het rücksichtloze optreden van de Israëlische regering. En het is van belang voor de toekomst, nogmaals, dat dat perspectief ook de aandacht krijgt die het verdient. Want anders komt er in dat gebied van de wereld nooit rust. Ik ben met je eens dat daar rust moet komen. Dat daar ook aandacht voor moet zijn. Maar als je als land, hè, waar de coup is gepleegd en Hamas nu de leiding heeft en daar bepaalt wat er gebeurt, in je eigen grondwet zegt dat het enige wat je wil, dat alle Joden dood moeten en de Israëlische staat vernietigd moet worden, waar zit dan de fout? Wie moet dan die eerste stap zetten? Niemand wil dat er burgerslachtoffers vallen. Nee, dat snap ik. Dat zeg je elke keer. Maar, dan kunnen ze zelf. Ze beginnen er zelf nu mee. En het is verschrikkelijk als wie dan ook zegt dat alle Joodse mensen dood zouden moeten. Dat is verschrikkelijk. Maar wat nu ten dienste is van rust, is dat er de-escalatie komt. Wat doe je? En dat dit dus geen vrijbrief is voor de Israëlische regering om de hele Palestijnse bevolking te laten lijden onder verschrikkelijk optreden. En Tom, als er aan de ene kant een oproep gedaan wordt tot rust, dan moet dat aan de andere kant ook gedaan worden. En ik zie dat op dit moment de oproep in de richting van de Israëlische regering, namelijk niet de hele Palestijnen laten lijden onder wat er is gebeurd en pleeg geen oorlogsmisdaden, want afsluiten van stroom, dat zijn oorlogsmisdaden, dat ik dat niet hoor. En daar wijs ik op. Maar hoe wil je dan, hoe moeten zij zich dan hun eigen land, hun eigen mensen, hun eigen Joodse volk, hoe moeten zij die dan verdedigen als er dit soort dingen gebeurt, als je op zo'n verschrikkelijke manier wordt afgeslacht? Hoe dan? Dan moet je op een proportionele manier ervoor zorgen dat je... Wat is dan proportioneel volgens jou? Als je mensen beschermt wat niet proportioneel is... Nee, maar wat is wel proportioneel? Wijs ik op, wat niet proportioneel is, is een hele bevolking. En dat is nu wat er gebeurt, Tom. Nee, maar ik vraag nu aan je wat je wel proportioneel vindt. Wat proportioneel is als je optreedt op een manier waarbij jij de mensen, de weerloze burgers, beschermt tegen geweld. Maar volgens mij kondigen ze het altijd aan, hè? Maar dat is niet wat Israël doet. En wat Israël al 75 jaar doet, is op een niet-proportionele wijze keihard in de richting van de Palestijnen gewelddadig huishouden, hun land afpakken en ervoor zorgen dat Palestijnse kinderen sterven door Israëlisch militair optreden. Ja, dat is wat jij vindt en wat sommige mensen, organisaties vinden. Vind ik niet alleen, dat vinden alle toonaangevende mensenrechtenorganisaties. En ik roep op tot de-escalatie en het creëren van een realistisch perspectief voor vrijheid en gelijkwaardigheid van de Palestijnen. Want alleen op die manier creëert de rust
in dat deel van de wereld. En dat willen we allemaal. Dat wil jij. Tuurlijk wil ik dat. Dat wil ik ook. Ja, maar je zou kunnen beginnen met gewoon niet mensen af te slachten. En dat is wat ik zeg. Ik betreur alle burgerslachtoffers en ik vind het verschrikkelijk dat mensen worden afgeslacht. En welke actie van geweld dan ook in de richting van weerloze burgers, dat is in alle toonaarden af te keuren. Daar zijn we het over eens, Tom. Ik ga geen hand geven, we worden het nooit helemaal eens. Ik ga proberen dit evenwichtig te monteren, dat beloof ik oprecht. Daar wens ik je succes mee. Ja, dankjewel. Fijne dag. Hou Geen Stijl onafhankelijk en word lid van Geen Stijl Premium. Dat kan via premium.geenstijl.nl en we zijn je eeuwig dankbaar, zolang je lid blijft. Thanks.